zeggen, Theo heb ik leren kennen, dat is een super collega. Het was een hele goede brandweerman. Het is gewoon echt een vakman geweest op zijn gebied. Theo is ook iemand die eigenlijk altijd de ploeg heel mooi bij elkaar gehouden heeft. Het was echt een soort informele leider, zoals je kunt zeggen. En Theo is eigenlijk iemand geweest die is het boegbeeld van de ploeg geweest. Eigenlijk het boegbeeld van de brandweer geweest, vind ik zelf. Dat is eigenlijk Theo. Theo was gewoon iemand die was er gewoon. Theo stond voor iedereen klaar eigenlijk. Ja. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de maatschappij. En dat vind ik toch een heel nobele gedachte eigenlijk. Kreeg Theo net kreeg een flinke douche. Is dat gewoonte of is dat iets wat jullie als extraatje meegeven? Nee, het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat je met het functionele leeftijdsontslag gaat, hè, wij zijn nog een van de weinigen die wat eerder naar huis kunnen, hè, dus wat eerder kunnen stoppen met werken. En ik vind dat ook verdiend gewoon. Ja, als die mensen dan naar huis gaan, dan moet je daar ook iets voor betekenen. Dat betekent gewoon dat we dus ook mensen gewoon nat gaan spuiten. Want dat hoort bij de brandweer natuurlijk. Hè? Gaan de mensen eruit, ja, dan wordt die nat gespoten. En dat heeft hij gemerkt, tot op de onderbroek denk ik. Ja. Het is natuurlijk ook wennen, want 24 uur dienst, 48 uur vrij. En dadelijk komt hij helemaal thuis te zitten. Dus dat is natuurlijk wel heel even wennen voor ons alle twee. Maar het is wel heel leuk. Het was op al die jaren ook soms moeilijk natuurlijk. Omdat hij met de uitdrukken toch wel bang dat er wat gebeurde. Maar ja, het is een beroep. Het was zijn passie. Dus wie ben ik om dat tegen te houden? Ja, zijn er momenten geweest waar u als vrouw van de brandweerman gedacht heeft van niet meer? Nee, helemaal niet. Nee. Omdat hij het zo mooi vond en wat ik zeg, het is helemaal zijn leven de brandweer en hij heeft er ook wel moeite mee voor afscheid te nemen. Wie ben ik dan voor te zeggen, je moet niet bij de brandweer gaan of blijven? 35 jaar brandweer, fijne jaren, met plezier gedaan en met gemengde gevoelens nog niet stoppen. Ik had graag nog een paar jaar misschien doorgaan, maar wegens leeftijd, fysiek en ja, is dat toch niet meer haalbaar. Het gaat altijd minder worden. Is het zwaar, het werk als brandweerman? Zeker bij inzetten, zeker zwaar. Ja, ja. En wat in de leeftijd gaat toch de nachtelijke uren gaan heel veel een rol spelen. Ja, ik hoorde een collega van je, hoorde ik zeggen. Van toen ze die douche aan het geven waren. Theo heeft nog nooit zo hard gezweet als vandaag. Dat zijn. Dat is een mooi grapje. Maar zo is het eigenlijk niet. Nee. Maar het is, ik bedoel. Maar zijn er momenten voor jou dat je denkt van. In die afgelopen 35 jaar. Toen je thuis kwam na een inzet van. Ik wil niet meer. Er zijn momenten waar ik van zeg van die je meemaakt, van je zou het niet meer willen meemaken. Maar ja, dat hoort eigenlijk bij je beroep. En, ik denk dat gewoon een. Gewoon doen. Mag ik zeggen dat dat nog steeds je leven bepaalt, die momenten wat je meegemaakt hebt? Bepaalde momenten wel, ja. Ja, nou is het zover. Vandaag, je collega's waren er allemaal bij, je familie waren er bij, vrienden, kennissen. Wat gaan we doen nu? Hobby's heb ik wel genoeg. Graag wat klussen. Ik krijg de tijd wel vol. Zeker weten. Even terug in de geschiedenis. Hoe is het begonnen, Theo? Hoe ben je bij de brandweer terechtgekomen? Kun je dat een beetje samenvatten? Het was eigenlijk eerst de bedoeling. Het was eigenlijk een beetje een droom bij een politiekorps te beginnen. Ik ben toen. Ik ben getrouwd toen met Henriette en we zijn toen gaan wonen in Dikke Duitsland. Daar heb ik een buurman leren kennen, Werner Hovens. Die was toen bij de vrijwillige brandweer.
En dat leek mij ook wel toen wat. Toen vroeg hij van of ik daar geen interesse in had. En zodoende ben ik eigenlijk, het was geen 3 maanden daarna zat ik bij de vrijwillige brandweer. En van daaruit ben ik eigenlijk doorgestroomd naar de beroepsbrandweer. Ja, als je nu de mogelijkheid had om je lichaam weg te kon ik fysiek 20 jaar terugdraaien, zou ik dan weer instappen achter in die auto? Zeker weten. Het is het fijnste beroep wat je kunt hebben.